Assembleelid Karel Breeveld heeft tijdens de openbare vergadering gisteren kritische vragen gesteld over het beleid van het ministerie van Volksgezondheid. Breeveld vroeg om informatie over het nieuwe huisartseninformatiesysteem dat binnenkort zal worden ingevoerd. Is het zo dat het ministerie van Volksgezondheid voorbereiding heeft treft voor de investering in een project van tussen de 6 miljoen en 10 miljoen euro? Het gaat in deze om het selecteren en implementeren van een huisartseninformatiesysteem. Zo ja, is er hiervoor een openbare aanbesteding geweest en aan wie is deze opdracht gegund? En wat is de rol van de Vereniging van Medici, met name de afdeling huisartsen hierbij? Er is sprake van euroaflossingen door deze doelgroep wanneer dit systeem zou zijn geïmplementeerd. Wat kan de regering ons hierover meedelen? De noodzaak van een aanbestedingswet wordt hier benadrukt. Maar ook, al is het er niet, beginselen van openbaarheid van bestuur dienen te worden gehandhaafd. Zeker bij zulke grote investeringen. Het land zit al in een financiële crisis. Hoe gaan we om met gelden die beschikbaar zijn voor de regering? Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid bevestigt dat het ministerie bezig is met een huisartseninformatiesysteem. De bewindsman zegt dat een onafhankelijke aanbestedingscommissie bezig is dit systeem te beoordelen. De commissie zal binnenkort verslag uitbrengen aan de regering. Het gaat dus om twee systemen. Huisartseninformatiesysteem en het ziekenhuisinformatiesysteem. Nu zijn we bezig met het huisartseninformatiesysteem en aan het eind van het jaar zullen we hetzelfde doen voor het ziekenhuisinformatiesysteem. Het bedrag van 15 miljoen euro, mag ik het woord nonsens wel gebruiken, voorzitter? Nee, dus minister, het bedrag is onjuist. Heel hoog uit de lucht gegrepen, niet dichtbij. Okay. Het bedrag klopt totaal niet. Volksgezondheid minister Patrick Pengel gisteren tijdens de openbare vergadering. Hij ging onder meer in op vragen die gesteld zijn over het nieuwe huisartseninformatiesysteem dat binnenkort zal worden ingevoerd.